Tijdens de raad van 19 november diende Wim Ubaks van de PVV een verzoek tot interpellatie in over het vertrek van wethouder Van Dort. Dit verzoek werd door de raad ingewilligd. In het voorprogramma van Rondom de Raad gaf Wim Ubaks een toelichting. Waarom heeft u dat gedaan en wat wilt u? Nou, wat ik wil is gewoon, kijk, het is ieders goed recht om op te stappen. Ook al is dit met publiek geld. Alleen, je bent een verplichting aangegaan als lijsttrekker. Dan ben je een van de grootste winnaars van de verkiezingen. Dan committeer je. En je committeert je ook nog eens keer als bestuurder. Voor 4 jaar, niet voor 2 jaar. Of 1 3/4 jaar, nou maar voor 2 jaar. Dan mag je weggaan. En iedereen mag daar zijn redenen voor hebben. Alleen op deze manier. Om wat voer geeft tot speculatie. Want iedereen gaat nu speculeren wat de echte reden is. Zijn het politieke redenen, zijn het privé redenen. Maar politieke redenen kunnen ook privé zijn. Ja, vandaar die interpellatie. En met name ook, wat ik ook in het verzoek heb geschreven. Dat dit college, niet wij, maar dit college. Bij AVAL gepredikt heeft over transparantie, openheid. Dat vond ik toen al flauwekul. En dat blijkt gewoon. In de raad stelde Ubaks 3 concrete vragen over de openheid en transparantie van het college rondom het vertrek van wethouder Van Dort. Acht het college de door haar gepredikte openheid van ondergeschikt belang aan het belang van mevrouw Van Dort om geen reden voor haar vertrek te geven? En wat mij betreft kan daar gewoon een ja of een nee op volgen. Hoeveel wethouders moeten nog meer opstappen voordat het college de conclusie trekt om als geheel op te stappen? En als laatste vraag voorlopig, wordt het huidige collegewerkprogramma aangepast door de komst van een nieuwe wethouder, wie dat dan ook mogen zijn? Wethouder Kloms reageerde vanuit het college van BNW op de vragen van de PVV. Natuurlijk acht het college de gepredikte openheid van dit college boven het individueel belang van een persoon, daar waar het gaat om bestuurlijk functioneren en ons beleid. Hoeveel wethouders moeten nog meer opstappen? Als u vorige week, voorzitter, geluisterd heeft naar de verklaring van mevrouw Van Dort, heeft ze daar strikt persoonlijke motivatie benoemd. En dat betekent dat zij haar keuze heeft gemaakt en dat dit college dus verder gewoon nog steeds college is. En dat is ook in lijn met 3. Nee, natuurlijk wordt het college werkprogramma, voorzitter, niet aangepast. Dit is een college werkprogramma wat deze raad met de coalitie voorop mee heeft gegeven als opdracht aan dit college. En die opdracht aan dit college is niet veranderd. Fractievoorzitter Ubaks van de PVV was niet tevreden met de inhoud van de antwoorden en diende een motie van afkeuren in. De motie van afkeuren werd niet gesteund door de raad. Het college stelt open en transparant te zijn. De motie echter, ja, het college heeft antwoord gegeven. Echter, het zijn niet de antwoorden die jij horen wil, maar hij heeft ze wel beantwoord. Dus daarom kunnen we deze motie niet steunen. En wij zijn ook van mening dat dat wellicht niet de antwoorden zijn die de heer Ubaks wilde horen. En wij zullen daarmee ook zijn motie niet ondersteunen. Wij zullen de motie niet steunen, maar ik wil wel het signaal wat de heer Ubaks afgeeft. Dat gesprek moet er echt eens komen over hoe wij als tripartie, raad, organisatie en bestuur ten opzichte van inwoners staan. En dat signaal wil ik wel graag onderschrijven. Ook het Verse Verbond zal de motie niet steunen. Maar ik sluit me aan bij Maars 2000. Of het Verse Verbond sluit zich aan bij Maars 2000. Dat dit wel een heel duidelijk signaal is. Dan breng ik de motie in stemming. Wie is er voor deze motie? Dat is de fractie van de PVV. Wie is daar tegen? Dat zijn alle overige fracties waarmee de motie is verworpen. De PVV had vooraf niet anders verwacht en wilde met de motie een duidelijk signaal afgeven. Ik vind gewoon dat als je als raadslid, maar ook als burger, een vraag stelt, dat je daar gewoon antwoord op moet krijgen en geen wollig verhaal eromheen. En dat heb ik nou genoeg meegemaakt. En nu is voor mij een keer het punt aangekomen van tot hier en niet verder. Het signaal moet een keer gegeven worden. En dat is wat ik hierbij probeer te doen.